Goedemorgen, lieve mensen. Welkom, gemeente van de levende God, gemeente van Jezus Christus. Welkom. Vandaag, zoals vorige week al verklapt een beetje, ga ik het hebben over de God die in ons woont. En wat dat betekent. De titel van de boodschap van vandaag is We are the house of God. Wij zijn het huis van God. Hebreeën 3 vers 6 zegt dat. Hebreeën 3 vers 6 zegt wij zijn het huis van God. Nou, bij het huis van God denken wij toch al heel gauw en heel snel en eigenlijk alleen maar aan een kerkgebouw. Ja toch? In ieder geval aan een gebouw waar de kerk, waar de mensen van God samenkomen. In aanbidding, in gebed, in wat dan ook, waar het woord van God wordt gesproken. En heel vaak horen we, de kerk is geen gebouw, de kerk dat zijn wij. En het is waar, amen daarop. Maar wat betekent dat nou echt? Wat betekent het nou dat wij de kerk zijn? Dat wij het huis van God zijn? Wat betekent dat? Nou, de Bijbel heeft alle antwoorden. God heeft alle antwoorden. En om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we teruggaan naar de allereerste keer in deze Bijbel, in het woord van God, waar er wordt gesproken over het huis van God. De allereerste keer dat het huis van God wordt genoemd in Gods woord, is al helemaal in Genesis. In Genesis 28, vers 10 tot 19, die ga ik u voorlezen. Het is een bekend verhaal, het verhaal van Jacob in Bethel. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag, omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van deze aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was Jacob bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Let op, dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Even een beetje context. Jacob was helemaal alleen op dat moment. Een tijdje daarvoor had Jacob tweemaal zijn tweelingbroer Esau bedrogen. De naam Jacob, hij deed zijn naam eer aan, want de naam Jacob kan ook betekenen bedrieger. Nou, hij bedroog zijn broer Esau tweemaal voor hij roofde van hem, hij stal van hem de eerste geboorte zegen en de eerstgeboorte recht. Hij bedroog daarmee ook zijn vader Isaac. En op dit moment was hij op de vlucht. Hij had zijn familie verlaten. Zijn vader zei van ga en ga op weg en zoek een vrouw. Maar eigenlijk was dat om zijn familie, zijn huis te ontvluchten. En zijn broer te ontvluchten. Jacob was helemaal alleen. Weggestuurd van huis en op de vlucht. Maar toch had hij van zijn vader Isaac die zegen gehad. Die zegen gehad die zei, jij zal talrijk worden. In jouw nageslacht
de belofte die God aan Abraham, zijn opa, had gegeven, ging door op hem, dat zij, en die zei, in jouw nageslacht zal de hele aardbodem gezegend worden, wat we net ook hebben gelezen, wat God zelf ook bevestigt aan Abraham, of aan Jacob. Via hem, door Jacob, zou die familielijn voortgezet worden. Die familielijn, die koninklijke bloedlijn, die van Abraham, Isaac, Jacob naar David ging en uiteindelijk naar Jezus ging. En dat klinkt allemaal wel mooi, dat klinkt allemaal mooi, ook voor Jacob. Ook deze belofte van God was mooi. Maar laten we eerlijk zijn, op dat moment voelde en merkte Jacob daar helemaal niets van. Hij was alleen, helemaal alleen en eenzaam. Hij zag daar niets van. Op dat moment in het leven van Jacob had Jacob helemaal niets anders en niets meer dan die belofte van Gods zegen en de belofte dat God altijd bij hem zou zijn. Die belofte hebben wij ook, lieve broer en lieve zus. En misschien hoor je dat iedere keer. God is met je. God is bij je. Hij zal je nooit verlaten. En wij geloven daarin. Zeker. Amen. Alleen soms kan het ook zo voelen dat je dat helemaal niet voelt. Soms kan je je gewoon alleen voelen en denk je, God, waar bent u nou? En ik hoor zo vaak, Heer, dat u zegt in uw woord, en we horen dat zo vaak misschien van een preek of door een preek heen, dat u zegt, ja, ik heb een plan met jouw leven. Een plan met goede dingen, van hoop en een nieuwe toekomst. Maar wat is dat plan dan? Want ik zie er nog niks van. Ik geloof dat Jacob ook op zo'n punt was. Ja, dat klinkt allemaal wel mooi, die zegen. En dan, ik zie er niks van. Wat is het plan? Waar bent u, Heer? Nou, ik ben erachter gekomen en ik denk heel veel mensen met mij, dat soms in ons leven wordt pas op het moment dat jij het gevoel hebt dat je helemaal niks meer hebt. Waar leef je nog voor? Iedereen heeft mij misschien wel verlaten. Misschien heb je genoeg familie om je heen, heb je een gezin om je heen, maar zelfs dan nog kan je je op momenten eenzaam voelen. Dat niemand je misschien begrijpt. En dan denk je, Heer, u heeft toch een plan met mij? Misschien ben je in deze crisistijd, ben je wel allerlei dingen verloren. Misschien ben je je baan verloren, misschien ben je je onderneming verloren. Dan denk je, ja Heer, maar waar blijft dat plan dan? Dat grote, goede plan, dat beste wat u voor mij heeft. Soms moeten wij zo ver zinken, zo diep zinken, totdat we beseffen dat er maar één is, die er altijd is. Juist op die momenten dat wij denken, wat heb ik nog? Dan wordt duidelijk niet wat wij hebben, maar dan wordt duidelijk wie wij hebben. En dat is wie met de hoofdletter W. Dat is God. Altijd. Altijd. Want Charles Spurgeon, ik quote hem gewoon nog een keer, die zei eens, je zal nooit de volheid van God kennen, totdat je de leegte kent van alles zonder God. Ik ga hem nog een keer oplezen. Je zal nooit de volheid van God kennen, totdat je de leegte kent van alles zonder God. Wat hij eigenlijk zegt is, je kan alles in deze wereld hebben. Je kan de hele wereld hebben. Alle rijkdom, alle macht kan je hebben. Maar als je dan God niet hebt, dan ben je toch arm. Als je God dan niet hebt, heb je toch helemaal niks. Maar aan de andere kant geldt ook, ook al heb jij helemaal niks op deze wereld, ook al voel jij je helemaal niks waard op deze wereld, ook al heb jij niks van waarde op in je huis of op je rekening staan, ook al heb je helemaal niks, al heb je alleen God op dat moment, dan heb je nog alles. Maar wat ik vandaag wil zeggen, waar ik naartoe wil, is, zien wij het nog? Soms zien wij het niet meer. Jacob ook, hè? Die kwam uit de gekozen familie. Die gekozen familielijn, die bloedlijn. Maar soms zie je het niet meer door, soms omdat het heel goed gaat in je leven, zie je niet meer wat een genade het is, alles wat je hebt, alles wat je bent, wie je bent. Maar soms ook omdat je door de bomen het bos niet meer ziet, dat het helemaal niet goed gaat in je leven. En dat alles lijkt te mislukken in je leven. Soms hebben we zoveel strijd en dan zien we het niet meer. En misschien zitten we wel in de penarie door deels ons eigen schuld. Jacob wist ook wel toen hij daar alleen was,
wist donders goed dat het voor een deel ook aan hem lag, want hij had zijn familie bedrogen en gelogen tegen zijn familie en dus ook tot God, tegen God. Dus waar is God dan? Waar is God dan? Nou, Jacob, toen hij wakker werd in vers 16, staat er, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, toen zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. Ik heb het alleen niet geweten. De Heere is hier, ik heb het alleen niet gezien. De Heere is hier met mij, maar ik besefte het alleen niet. De Heere is werkelijk op deze plaats, ik heb het alleen niet geweten. Al die tijd was God met hem. In uw leven, in jouw leven, in mijn leven. God is er altijd en God zal er ook altijd zijn tot in alle eeuwigheid. Totdat we bij hem mogen zijn. Hij is er, maar zien we het nog? Beseffen we het nog? Beseffen we nog hoe geweldig het is dat zijn nabijheid, zijn aanwezigheid, zijn presence altijd in ons is en met ons meegaat overal waar we gaan. Dat is een genade, dat is een voorrecht. Maar zien we dat nog wel? Kijken we nog met de juiste ogen? Beseffen we nog wel dat die hemel open is door wat Jezus heeft gedaan? Nou, wat ik wil zeggen is dit. Luister goed. God en zijn geest zijn aan het werk vandaag de dag. En die bewegen voort. En die gaan door, die gaan door. En die brengen opwekking, die brengen revival. Waar ik zo vaak over spreek, omdat mijn hart daar zo in ligt. Maar het punt is, opwekking kan aan ons voorbij gaan. Opwekking kunnen wij missen. De nieuwe beweging van Gods geest kunnen wij missen. Simpelweg omdat onze ogen niet geopend zijn voor de dingen die God doet. En die Gods geest doet. En hoe Gods geest beweegt vandaag. We kunnen het missen. Terwijl het voor onze neus gebeurt. Ik heb vaak genoeg gezien, hè, dat in diensten, op andere plekken, maar ook hier, dat Gods tastbare aanwezigheid er was. En die zou er altijd moeten zijn. Maar dat Gods kracht zo werkzaam was in een dienst en mensen aangeraakt werden, lichamelijk, geestelijk genezen werden. Power en glorie, de glorie van God. Maar dan zie ik toch ook altijd een aantal mensen die dat helemaal niet zo beleven. Die dat helemaal niet zo zien. Of die dat helemaal niet zo meemaken. Die ervaring niet zo hebben. En die kijken niet met de juiste ogen. Nee, die kijken met ogen naar hun horloge. Hoe lang dit allemaal nog gaat duren. En die zijn in hun gedachten alleen maar bezig. Wat gaan we zo meteen lunchen? Wat gaan we vanavond eten? Hoe laat speelt Feyenoord? Het gaat me erom, wat ik wil zeggen is, je kan misschien al zo lang in de kerk zitten. Je kan misschien al zo lang Jezus volgen. Dat het gewoon is geworden. Dat je een dienst, hoe een dienst gaat, hoe een dienst gaat, dat je dat wel kan dromen. Omdat je het al zo gewend bent, alles. En als Gods geest dan wat nieuws gaat doen, Gods geest op een nieuwe manier gaat bewegen, dan verzet je er tegen, omdat je denkt, ja, dit is helemaal niet zoals ik het ken. Dit is helemaal niet zoals het altijd is gegaan, zoals ik geleerd heb dat het zou moeten gaan. Zoals het gegaan is in opwekkingen die ik misschien 30 jaar geleden heb meegemaakt. En lieve mensen, zullen wij stoppen met bepalen hoe God mag bewegen? Zullen wij stoppen met hem beperken zijn manieren hoe hij wil bewegen in ons leven en in ons midden als wij samenkomen? Zullen we dat aan hem overlaten? Hij is Heer, ja toch? Want God wil niets liever dan de hemel op aarde brengen. Ook hier in de dienst, iedere keer weer. Maar ook in ons dagelijks leven wil hij de hemel op aarde geven. Maar voor je het weet, voor je er erg in hebt, mis je het misschien wel. Mis je die nieuwe beweging misschien wel. Dan moet ik denken aan de geestelijken in de tijd van Jezus, de geestelijken van Israël, de fariseeën, de schriftgeleerden. Die baden al zo lang, die wachten al zo lang op de vervulling van de profetie, hè? Dat de Messias zou komen, dat de verlosser van Israël zou komen, dat de koning zou komen. Daar baden ze al zo lang voor. En toen liep de koning voor hun neus, toen werkte de koning door wonderen en tekenen,
Toen was de Messias gekomen en toen deed hij iets nieuws. Toen bracht hij iets nieuws. Ook in woord, maar ook in daad. En toen zagen ze het niet. Toen herkenden ze hem niet en erkenden ze hem niet. De koning der koningen. De koning was in hun midden. Hij bewoog op zijn manier, maar zij herkenden hem niet. Zij waren meer bezig met de tradities waaraan Jezus zich helemaal niet hield. Die Jezus kwam doorbreken en de wet die Jezus kwam vervullen. Zij zagen het niet. Weet je wie dat wel zagen? Weet je wie wel zagen dat het de koning der koningen was? En de Messias, de beloofde Messias? De zondaars. De zondaars. Die met een nieuw oog keken. En weet je wie nog meer? De demonen. Er staan genoeg voorbeelden van in de Bijbel dat de demonen, toen Jezus kwam, toen ze Jezus zagen, toen vielen ze neer voor zijn voeten en konden alleen maar zeggen, ja, u bent de Zoon van God. U bent Heer. Zelfs demonen herkennen en erkennen de Zoon van God. En de Koning. Maar doen wij dat nog als Hij hier beweegt in ons leven? Horen we nog zijn stem als Hij spreekt thuis tot ons, waar dan ook, in de auto of hier? Ze herkenden hem, de demonen en de zondaars. Maar de religieuzen herkenden hem niet. Dus mijn vraag aan u vandaag is, waar ben je mee bezig? Waar hou je je in je gedachten mee bezig? Met alleen maar aardse dingen? Of bedenk je altijd eerst de hemelse dingen, de dingen die boven zijn? Als dat zo is, vraag dan om een openbaring. Zoals Jacob een openbaring kreeg door die droom. Die droom was een profetische openbaring vanuit de hemel. Dat was de stem van God die tot hem sprak. God spreekt en laat zien door dromen, door visioenen heen. Door profetieën heen, door woorden heen. Door preken heen, door woorden van wijsheid, door woorden van kennis. God spreekt. Ook in je eigen binnenkamer. God spreekt, maar luister je wel. Als je vraagt om een openbaring, moet je ook luisteren. Als je vraagt om een openbaring, moet je ook vragen of hij je ogen wil salven, zodat je gaat zien met geestelijke ogen. Vraag hem om de ogen van je hart te openen. Zodat je nooit hoeft te zeggen, zodat je nooit kan zeggen, o Heer, inderdaad, u was toen de tijd, was u op die plaats. Ik heb het alleen niet geweten. Terug naar Jacob. Jacob die had die droom. Die zag God, die zag die ladder, die zag die engelen. En hij zag zichzelf. Hij was daar zelf. En toch zei hij, hey, dit is niets anders dan het huis van God en een poort van de hemel. Nou zag Jacob ineens een gebouw daar, een kerkgebouw. Zag Jacob daar ineens allemaal kerkmensen bij elkaar komen. Wat zag Jacob? Nee, hij zag geen gebouw. Hij zag niet mensen bij elkaar komen. En toch zag hij met geestelijke ogen het huis van God en de poort van de hemel. Weet u wat het was? Weet je wat het was? God liet door een openbaring heen zien, toen al in Genesis 28, hoe God zelf zijn kerk ziet. Hoe God zelf zijn huis ziet. God ziet zijn kerk, God ziet zijn huis, maar op één manier. En dat is de vereniging van God en de mens. In eenheid. Dat is het huis van God. Want dat is waar God is. Waar God beweegt. Waar God heerst. Waar God regeert. Waar hemel en aarde samenkomen. Wij zijn de aarde, zeg maar, van onze aardse wereld en de hemelse wereld die open gaat. Waar een ladder naar beneden komt en engelen op en neer dalen. En we zijn één. God en de mens in eenheid. Ik ga het verder uitleggen. Gods woning, de woning van God, was in het Oude Testament eerst de tabernakel en de tent van ontmoeting en later de tempel. Alleen daar was God. Alleen daar kon je in Gods aanwezigheid komen. Nou, al deze dingen, de tabernakel en de tempel, al deze dingen zijn een voorafschaduwing van wat komen zou. Was profetisch, was een profetisch beeld van wat komen zou, van iets nieuws, van iets wat beters wat zou komen.
Al die onderdelen uit de tabernakel, die wijzen op Jezus. Want Jezus kwam op deze wereld. En Johannes 1, vers 14, die zegt daar wat over. Die zegt daar iets prachtigs over Jezus. In Johannes 1, vers 14. En het woord, dat is Jezus, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het gaat mij om het eerst. Het woord, Jezus, is vlees geworden voor ons en heeft onder ons gewoond. Het woord wat daar wordt gebruikt voor gewoond is letterlijk getabernakeld. Jezus heeft onder ons getabernakeld. De tabernakel en de tempel wijzen naar Jezus. Jezus zelf was vanaf het moment dat hij kwam het huis van God hier op aarde. Want God zelf, de hemel, was op hem en was in hem. Jezus kwam een andere wereld waar hij vandaan kwam vertegenwoordigen hier op aarde. Daarom was Jezus zo anders dan wat hier op aarde was en wat hier op aarde gebeurde. Jezus kwam iets nieuws brengen, want hij kwam een nieuwe realiteit brengen. De realiteit van de hemel. Jezus was de persoon in wie hemel en aarde samenkwamen. God en mens samenkwamen. En Jezus zelf verwijst naar die droom. Hè? Zo mooi. In hetzelfde hoofdstuk, Johannes 1, maar dan het laatste vers. Johannes 1, vers 52. Daar zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u allen. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen. Waarop? Op de Zoon des Mensen. Niet meer op een plaats, niet meer op een tent, niet meer op een tabernakel, niet meer op de tempel. Nee, de hemel zelf neerdalend op de Zoon des Mensen. Op de Mensenzoon. Is dat niet prachtig? Is dat niet een prachtig beeld? Het is de eerste vervulling van de droom van Jacob. Het is de eerste vervulling van de profetische droom die Jacob had in Genesis 28. En ik zeg bewust de eerste vervulling. Want het gaat verder. Het goede nieuws gaat verder. Het is niet de ultieme vervulling. De ultieme vervulling moest toen nog komen. Want Jezus zei op een gegeven moment tegen zijn discipelen, jongens, over een tijdje zullen jullie mij hier niet meer zien. Over een tijdje zal ik hier niet meer rondlopen op deze aarde. Maar het is nuttig voor jullie als ik wegga. Juist als ik wegga, is het goed voor jullie. Want dan ontvangen jullie de Heilige Geest. Ik wil het lezen, Johannes 14. Johannes 14, vers 16 tot 23. En ik, zegt Jezus, zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem wel. Want Hij blijft bij u en Hij zal in u zijn. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, mijn Vader en ik, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Het woord intrek, het Griekse woord mone, is wederom wonen. To dwell. De woonplaats. Hij neemt intrek bij ons. Wij zijn nu, ons hart is nu, de woning van God de Vader en van Jezus de Zoon. Hoe? Door de Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Het is niet meer Immanuel, God is met ons. Vanaf het moment dat wij de Heilige Geest ontvangen, is het God in ons. God in u. God in jou. Dat is een dimensie die al die geloofshelden uit het Oude Testament nooit van zo lang als zijn leven konden beleven, konden ervaren. Want Jezus was de eerste persoon die wandelde op deze wereld, dat
in wie de Heilige Geest kwam wonen. Op anderen, op Mozes en op Jozua en op Salomo kwam de Heilige Geest eventjes tijdelijk voor iets, voor een bepaalde opdracht. Maar toen Jezus kwam, was hij de eerste mens dat de Heilige Geest in iemand kwam wonen. En door zijn Heilige Geest leeft Gods Heilige Geest nu in ons allemaal. Leeft God zelf nu in ons allemaal. Het is niet te bevatten met ons verstand. Omdat die genade zo groot is dat de God van hemel en aarde, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob en van al die helden uit het Oude Testament en van al die profeten, die God leeft in jou, in u en in mij. En dat is de ultieme vervulling van die droom, van het huis van God. Wij zijn het huis van God, de woning van God. Het is Gods ultieme verlangen dat hij één is met de kroon op zijn schepping, de mens. Zijn favoriete schat zijn wij, zijn u en ik. En hij wil niets liever. Vanaf het moment dat het misging in de Hof van Eden met Adam en Eva, vanaf het moment dat zij uit de aanwezigheid van God weg moesten, had God maar één harts verlangen. En dat was dat die relatie, die intimiteit weer hersteld werd. En dat God weer één kon zijn, één kon worden met zijn kinderen. Hij had maar één verlangen en dat was dat alles wat er gebeurde, door die hele mensengeschiedenis heen, de geschiedenis van de wereld heen, alles wat er gebeurde in het Oude Testament, alles wat Jezus deed, dat leidde tot dat moment op de eerste Pinksterdag dat God zelf door zijn Heilige Geest weer in ons kon komen wonen. En die band hersteld werd. En dat kan alleen maar, lieve mensen, Pinksteren kon alleen maar gebeuren door wat Jezus gedaan heeft. Halleluja voor Jezus. Gods Zoon kwam zelf als een mens naar de aarde om de weg vrij te maken, om het voorhangsel te scheuren, zodat de weg vrij is, dat wij weer één kunnen zijn met onze Vader. Dat niets in de weg kon staan voor de eenwording van mens en God. Zonder het bloed van Jezus konden wij niet eens in één ruimte samen zijn met God. Laat staan dat God zelf in ons vleeselijk lichaam zou kunnen komen wonen. Nee, door Jezus bloed en door Jezus bloed alleen en door wat Jezus heeft gedaan. Doordat Jezus alle zonden en ziekten in zijn vlees heeft gedragen, kon God in ons vlees komen leven. Kon God in ons vlees komen wonen. Doordat ons vlees gereinigd is door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, kon God zelf in ons vlees komen wonen, in ons lichaam komen wonen. Halleluja. Wij zijn de woning van God. Zij hebben intrek genomen, God en Jezus, door de Heilige Geest. Jezus, ik zei het net al, was de eerste in wie de Heilige Geest blijvend, permanent kwam wonen. Jezus is ons voorbeeld. Nu zijn wij het. In wie Gods Geest woont, in wie God zelf woont. Jezus was, toen hij hier op aarde liep, het huis van God. En toen heeft hij gezegd, en nu geef ik jullie de Geest, zodat jullie het huis van God zijn, in de woning van mijn Vader. Dat is niet zomaar iets, hè. Dat is niet zomaar iets. Dat is niet zomaar een beeld of een symbool. Nee, het is letterlijk zo. Letterlijk. God woont in jou. Weet je waar dat zo mooi staat? Efeze 2. Dat moet ik lezen. Dat is ongelooflijk mooi. Dat is een van mijn favoriete passages uit de Bijbel. Efeze 2 vanaf vers 18 tot 22. Want door hem, door Jezus, hebben wij door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar u bent medeburgers van de heiligen en u bent huisgenoten van God. U bent gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, wij allemaal samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Lees het thuis nog maar een keer en laat het diep tot je doordringen wat daar nou echt staat. God woont in ons. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?
Of weet u niet, vraagt Paulus ons, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat uw lichaam de tabernakel is, dat uw lichaam het huis van God is. En als je dat goed begrijpt, als je dat goed beseft, en als je dat gelooft, dan ga je toch anders naar jezelf kijken. Omdat je weet wie in jou leeft. Dan ga je toch anders met jouw lichaam om. Waarmee vul jij jouw lichaam? Waarmee vul jij jouw geest? Waarmee vul je je gedachten? Als die heilige God in jou woont, dan kan je je toch niet meer inlaten met onreine dingen. Een van de redenen waarom mensen vaak denken van, ach, pornografie is niet zo erg om naar te kijken. Want ach, niemand weet dat toch, ik doe daar toch niemand kwaad mee. Ik doe daar toch niemand pijn mee, als niemand dat weet. Maar seksuele immoraliteit, dus dat, maar ook seks buiten het huwelijk bijvoorbeeld. Weet je waarom Gods woord zegt dat dat de enige zonde is die jij jouw lichaam zelf aandoet? Waarom? Omdat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, een heilige tempel, een heilig huis van God. En als dat wordt, gemixt wordt met onreinheid, dan kun je zelf wel invullen wat er dan gebeurt. Je kan daar nooit gelukkig van worden, omdat jouw geluk zit in wie jij bent. En dat is het huis van God, de woning van God. Daarom zegt Paulus ook, weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is en uw redelijke godsdienst, hoe u eigenlijk iedereen God zou moeten dienen, is om jouw lichaam te geven als een levend offer. Heilig, apart gezet en aangename geur voor God. Dien jij God met heel jouw lichaam? Waar gaat jouw lichamelijke kracht en energie als eerste naartoe? Wat zijn je prioriteiten? Wij, lieve mensen, wij zijn de kerk. En alle christenen samen zijn nu de tabernakel van God en de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn allemaal levende stenen. En Jezus zelf is de hoeksteen waarop wij gebouwd zijn. Goed samengevoegd. Nou, als wij het huis van God zijn, betekent dat nog iets. Dat betekent dat wij in ons hebben wonen de heerlijkheid van God. De glorie van God. Want de heerlijkheid en glorie van God zijn is niets meer en niets minder dan de aanwezigheid van God. Dan de presence van God. Dat is zijn heerlijkheid. Nou, zouden wij dan niet veel meer die glorie van God naar buiten moeten brengen? Zou dat niet van ons moeten afstralen? Zouden wij niet moeten schitteren van de glorie van God van binnenuit? Zou iedere gemeente, zou iedere lokale kerk niet vol moeten zijn en uit zijn voegen moeten barsten van de glorie van God, van de aanwezigheid van God? Als wij hier samen zijn, zijn wij allemaal tempels van de Heilige Geest, woningen van God samen. Daar moet toch een krachtige beweging zijn van God, als wij samenkomen. Want de wereld wacht daarop. De wereld wacht op, Romeinen 8 uit mijn hoofd gezegd, daar staat dat de wereld, de schepping, dat verwacht en dat wacht met rijkhalsend verlangen, wacht dat op de openbaring van de kinderen van God. De wereld wacht totdat de kinderen van God opstaan, in glorie, in heiligheid, in zuiverheid en in kracht. De Gods aanwezigheid in en op ons. De wereld wacht op een schitterende, blinkende, geestvervulde en glorievervulde kerk. Die Jezus zichtbaar maakt in de duisternis van deze wereld. Ik hoef u niet te vertellen hoe donker het is in deze wereld. Ik hoef u niet te vertellen wat een chaos er is in deze wereld op dit moment. Maar God is een God van eenheid en een God van vrede. Maar wij moeten gaan schitteren. Want wij zijn het huis van God. Elke plek waar Jezus verschijnt, hè, elke plek waar God zichzelf openbaart, waar hij zichzelf manifesteert, dat is het huis van God. Dat is hier, in een kerkgebouw, dat kan overal zijn. Dat is als jij in de binnenkamer bent en jij bidt tot God, de hemelse Vader. Met andere woorden, de hemel gaat open als jij bidt of aanbidt. En die ladder, die is daar, in engelen, op en neer. De hemel is open en er komt een punt van contact
tussen hemel en aarde. Dat is het huis van God. Dat is waar God is. Dat is waar de hemel doorbreekt. Hier op aarde. En daarom, overal waar wij gaan, als wij voor mensen bidden. Of als wij hier samen zijn en wij aanbidden. En overal waar wij gaan. Omdat wij nu de hemel in ons hebben, zouden wij de hemel moeten brengen. Overal waar wij gaan en overal waar wij staan. Want God is met ons, de hemel is met ons en is in ons. Maar die moeten we brengen. Het huis uit. Want wij zijn, zegt Jacob, Jacob zei het al in Genesis 28, wij zijn inderdaad het huis van God, maar wij zijn ook de poort van de hemel. En dat is weer een ander aspect van de kerk, van het huis van God. De poort van de hemel zijn wij ook. Dan wat is een poort? Een poort, even heel simpel gezegd, ik heb een poort in mijn tuin. Als ik in mijn tuin sta, is dat privégrond, is dat privé-eigendom, is dat mijn privéwereld. Daar mag niemand komen. Maar als ik mijn poort uitga, één stapje, dan kom ik op openbare grond, op publieke grond. En daar mag een auto parkeren, in mijn tuin niet, maar daar wel. Dus wat het eigenlijk is, zo gezegd, je gaat van de ene wereld naar een andere wereld. En zo is het ook met de kerk als poort van de hemel. Wij zijn een doorgangspoort. Een doorgangspoort waar de hemel, een andere wereld, dus de hemelse wereld, doorgegeven moet worden, door moet vloeien, voort moet vloeien naar de wereld toe. Dat is het zijn van een poort van de hemel. Het is een poort van het hemelse rijk naar het aardse rijk. Door ons, het huis van God, de poort van de hemel, moet de hemelse wereld ingang vinden naar de aardse wereld. Nou en hoe? Ik zei het net al. Als wij, waar wij komen. En als wij bidden voor mensen, als wij in aanbidding zijn. Daarom moeten wij altijd blijven aanbidden. Als wij een wonder nodig hebben in ons leven, of als iemand die wij tegenkomen, of een kennis of familie een wonder nodig heeft, een doorbraak nodig heeft, dan moeten wij gaan bidden en dan moeten wij juist aanbidden. Want dat zet de hemel open. En dat zorgt ervoor dat die engelen op ons neerdalen. En op die situatie neerdalen en opklimmen. En neerdalen en opklimmen. Ze dalen neer met een opdracht van de Vader. Met de wil van de Vader. Zij dalen neer met het Koninkrijk van God. En zij brengen dat op de aarde. Door ons heen. En daarom gaan we dan zien doorbraken. Dan gaan we zien vernieuwing. Dan gaan we zien herstel. Dan gaan we zien bevrijding, redding, genezing. Want dat is wat er in de hemel is. Gezondheid is in de hemel naar lichaam en naar geest. En dat is... Die hemelse bron is open voor ons. En die mogen wij brengen in deze wereld. Door onze aanbidding, door ons gebed heen. Door onze handoplegging. Door de zalving die op ons is. En dat is wat er gaande is in de geestelijke wereld. Wij zien dat misschien niet. Maar weet dat als u bidt en u gelooft dat u bidt tot een open hemel. Tot de Vader die hoort. En die ver hoort. Dan is dat wat er gaande is in de geestelijke wereld. Engelen komen. En die strijden voor ons. En die doen het. Er zijn genoeg voorbeelden geweest. Ik heb het zelf helaas nog nooit meegemaakt. Ik heb er genoeg over gelezen. Dat als er een wonder gebeurt, dat mensen gewoon engelen zagen neerdalen op iemand. En diegene werd zo vrijgezet in de naam van Jezus. Dat zo wil God door ons heen, door zijn huis heen, want dat zijn wij, de hemel brengen hier op aarde. En daar bent ook u voor gekozen en daar ben ook jij voor gekozen om dat te doen. Vergeet dus nooit dat de hemel open is boven jou. Aan het eind van deze boodschap is dat misschien wel het eerste wat je moet beseffen. De hemel is open. Door wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft me opengebroken. De hemel is open. En alle hemelse bronnen zijn toegankelijk voor jou. Jij hebt toegang tot alle rijkdom van de hemel. Door het bloed van Jezus en door de Heilige Geest die in ons leeft. Maar laat je het toe dat de hemel door jou heen werkt. Zeg ze, ja Heer, ik wil dat. Ik grijp ernaar en ik wil dat, ik geloof dat. Vele mensen, voor iedereen is die ladder er. De Heilige Geest is er voor iedere gelovige. Die brug van hemel naar aarde is er voor iedereen. Maar heel veel mensen laten die ladder ongebruikt. En die laten niet engelen daarop opklimmen en neerdalen. Waarom? Omdat ze niet geloven in het bovennatuurlijke. Omdat ze niet geloven in het bovennatuurlijke van God. Nou, ik kan je één ding zeggen. God zelf,
Als het om God gaat, als het om de hemel gaat, als het om engelen gaat, dat is allemaal per definitie bovennatuurlijk. Per definitie is dat bovennatuurlijk. Dus als wij bidden om een doorbraak, om een wonder, dan moeten we geloven in bovennatuurlijke interventie. In een bovennatuurlijke invasie van de hemel. Wat wij dan moeten doen, wat we dan mogen doen, dat is een voorrecht, dat is onze verantwoordelijkheid, is alles wat in de hemel is, dat moeten wij loslaten op deze wereld. Wij moeten dat releasen op deze aarde. Matteüs 26 uit mijn hoofd. Wat u ontbindt hier op aarde, is al lang ontbonden daar in de hemel. Dus wat wij eigenlijk doen is, wat daar al ontbonden is, dat laten wij hier los. Vrede, liefde, genade, genezing, herstel, doorbraken. En alles wat hier op de aarde is, wat daar niet kan bestaan in de hemel, dat moeten wij binden in de naam van Jezus. Demonen, ziekte, geestelijke ziekte, maar ook financiële problemen. Alle rijkdom is daar. We moeten het binden in de naam van Jezus. Maar doe het altijd, die twee dingen zijn altijd in combinatie met elkaar. Als je iets bindt in de naam van Jezus, dan stuur je het weg. Maar dan moet je ook daarna nooit vergeten om het met wat juist in de hemel is te vullen. Als jij bidt voor genezing voor een zieke, dan moet je die ziekte binden in de naam van Jezus en wegsturen in de naam van Jezus. Maar vervolgens moet je altijd de gezondheid van de hemelse God loslaten en brengen over die persoon en bidden over die persoon. Maar goed, daar ga ik een andere keer nog wel een keer over spreken. Maar dit is wat Gods Geest vandaag tot ons, tot zijn gemeente wil zeggen. Wij zijn het huis van God. Wij zijn de poort van de hemel. Het doorgeefluik wil ik eigenlijk zeggen, maar dat klinkt een beetje zonder respect. Maar u snapt wat ik bedoel. Wij zijn het huis van God. God woont in ons. De hemel is in ons, leeft in ons. Dat moeten wij naar buiten brengen. Moeten wij naar buiten brengen. De Vader en de Zoon hebben ervoor gekozen om ons hun woning te maken. Ons hart, ons lichaam is hun woning. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Het is ook te mooi. Maar het is wel waar. En het is realiteit. Je kan dat ervaren. Je kan dat ervaren. Vraag. Vraag hem. Vraag hem. Vraag God om die openbaring. Vraag God om die revelatie. Vraag God om te voelen dat u in mij bent. Vraag het God. En leef daarna uit wat er binnen in jou leeft. Wat er binnen in jou leeft is de hemel. Dus leef de hemel uit. Laat de hemel los in deze wereld. Zodat je kan zeggen, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dat het niet meer gaat wat jij belangrijk vindt, waar jij wilt doen. Ons hele lichaam, ons hele leven, dat is van God. Ons lichaam is van God. De tempel van de Heilige Geest, ons lichaam, dat is niet meer ons eigendom, staat er in Gods woord. Dat is het eigendom van God. Laten we ons gebruiken, laten we ons lichaam gebruiken. Laten we dat huis van God gebruiken om aan de wereld het licht te laten zien. Jezus is het licht van deze wereld, maar daarna heeft hij gezegd, ik was het licht van deze wereld, ik was het huis van God op deze aarde en nu zend ik jullie als het licht van deze wereld. Jij bent nu het licht van deze wereld. Jij bent nu het huis van God hier op aarde. Jij bent de tabernakel op deze aarde. Jij bent de tempel van de Heilige Geest op deze aarde. Laat het zien. En make it count for eternity. In Jezus' naam. Vader, ik dank u zo voor vandaag. Ik dank u voor het woord wat u heeft gesproken. Uw machtige, levende, actieve woord. Sterk en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Heer, wij houden van uw woord. Wij houden van uw woord, want u bent het woord. Heer, ik dank u dat u onder ons heeft gewoond. Maar dat u nu in ons leeft. Dat u nu in ons woont, die grote, almachtige, glorieuze, heilige God. Diezelfde God die de Rode Zee deed openspleiten. Dezelfde God die de hemel deed openspleiten bij de doop van Jezus.
die leeft nu in ons. En diezelfde hemel die open is, die is open boven ons. Heer, ik bid dat er zo'n sterk bewustzijn zal komen over uw kinderen, over uw volk vanaf dit moment. Dat die hemel altijd open is. 24/7 is de presence van God in jou en op jou. En is alle hemelse rijkdom is beschikbaar voor jou en voor ons. Vader, ik bid dat besef, dat dat geloof zal groeien. Want als dat geloof gaat groeien, gaat ons geloof ook groeien dat God in ons is. En dat overal waar wij komen, dat wij God in de hemel gaan brengen. Vader, ik bid u dat u uw woord zal bevestigen en zal doen landen en zal doen planten in alle mensen die dit hebben gehoord en die dit nog gaan horen. Heer, en ik bid voor een nieuwe, frisse openbaring. Openbaring dat alle schellen van onze ogen zullen afvallen. En daadwerkelijk zullen zien wat uw wil is. En wat u wil doen door ons heen. En hoe u uw kerk ziet. Hoe u uw huis ziet. Als poort van de hemel. En ik bid dat dat geloof en besef zo sterk wordt in ons. Dat wij uit zullen gaan. En invasies van de hemel zullen brengen in deze wereld. Vader, ik dank u. Dat u uw geest uitstort op alle vlees. En dat die opwekking eraan komt. Wij gaan hemel op aarde zien. Wij gaan de hemel op aarde zien. Door een nieuwe, frisse uitstorting van uw Heilige Geest. En ik dank u dat als u uw geest uitstort, dat u dat doet op alle vlees. Op zwart, op wit, op geel of bruin. Jong en oud, rijk of arm. De geest van God is voor iedereen. U stort uw geest uit op alle vlees. Dank u, Jezus. En alleen dat geeft eenheid. Want de Heilige Geest brengt altijd eenheid. Onder uw kinderen. Onder uw schepping. Heer, en vanuit die eenheid gaan we wandelen in kracht. Gaan we wandelen in glorie. Omdat u in ons woont. Niet van onszelf, maar omdat u in ons woont. Heer, ik bid dat uw glorie, uw zalving nog groter wordt in ons leven en op ons leven. Heer, opdat de mensen zullen zien het licht van deze wereld. Niet wij, maar u in ons. Niet wij leven meer, maar u leeft in ons. En wij leven voor de glorie van uw naam. In Jezus' naam. Wees gezegend, lieve gemeente. Wees gezegend in de naam van Jezus. Wees gezegend met alles van de hemel. Met alle glorie van de hemel. In en door de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Hallo lieve NTG-familie, super fijn dat jullie hebben gekeken naar de boodschap van onze junior pastor Jordy. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. We gaan door naar de mededelingen. We hebben de afgelopen week weer een aantal jarigen gehad, daar komen ze. 2 juni was zuster Klaasien jarig, 5 juni waren zuster Trivena en zuster Corine jarig en gisteren was Jomairo jarig. En vanaf deze plek wil ik jullie allemaal van harte feliciteren en Gods rijke zegen toewensen. Ik hoop dat jullie allemaal een mooie dag hebben gehad. Sommigen misschien met zon, sommigen misschien met regen. Maar er ligt weer een prachtig jaar voor jullie allemaal. En waarin God jullie ook weer wil zegenen, wil bemoedigen. Dus dat is een mooie belofte. We bidden voor jullie en nogmaals van harte gefeliciteerd. Nou, aanstaande woensdag hebben we een filmpje wat online komt. Midweek Conversations. Senior pastor Astrid zal dit leiden. Dus we hopen dat u allemaal weer inschakelt. Aanstaande woensdag om 7:30. Zorg dat je erbij bent. Aanstaande zondag hebben we avondmaal. Woehoe! Zorg ervoor dat je iets in huis hebt waarmee je avondmaal met ons kan meevieren. Want ook al is het op afstand, we doen het toch graag met elkaar en samen. Dus aanstaande zondag hebben we weer avondmaal. Zorg ervoor dat je meekijkt. Zoals jullie weten komt straks ook weer het filmpje van Gift. We zijn iedereen nog steeds enorm dankbaar voor alle steun die we krijgen als gemeente. Dus ook jou zijn we heel erg dankbaar
voor de giften die je gegeven hebt en nog geeft. Hartelijk dank daarvoor. Dat was het weer. Ik hoop dat jullie weer een geweldige week tegemoet gaan. Samen met God. Dan kunnen jullie alles aan, dat weten we zeker. We hopen jullie weer te zien bij de komende diensten. En heel snel weer in de gemeente. Meer info volgt heel erg snel. Doeg!